Zo, ik heb voor jullie een korte presentatie gemaakt hoe je snel een terugkerende bestelling op kan zetten. We zitten nog met een systeem van doTERRA wat volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid vernieuwd gaat worden. Maar ik kan me voorstellen dat het af en toe best wel een beetje lastig is. Dus ik heb geprobeerd het in een aantal stappen eenvoudig uit te leggen. Waarom zou je een regelmatige bestelling willen hebben? Nou, waarschijnlijk als je op dit filmpje terechtgekomen bent, wil je het al. Maar om het nog even te herhalen, is je bestelt regelmatig bij doTERRA. En dat kan dus zijn gewoon om de maand of om de 2 maanden. En het kan heel handig zijn als je vaker bestelt. En zeker als je over 3 producten bestelt, om dat juist wel te spreiden. En elke maand een product bestellen. doTERRA heeft voor die mensen die elke maand bestellen een paar mooie dingen zeg maar, in het cadeaupakket zitten. En dat is vooral dat ze 7 punten terugstorten op jouw rekening bij doTERRA. Dus je hebt een puntenrekening bij hun. Dat is net als bij de Zeeuwse, bij de Albert Heijn. En die punten kun je weer inwisselen voor een gratis product. En als je een gewone bestelling hebt, krijg je 3,5 punten terug. En bij een terugkerende bestelling is het 7. Dus dat tikt toch aan. Ik weet het niet precies, maar het is dan ook net iets meer dan 7 euro opgerekend om erbij dat je dan weer teruggestort krijgt op je rekening. Dus dat is toch fijn. En ja, want in Nederland zijn we ook gewoon niet meer gewend om die 7 euro te betalen. En in andere landen van Europa zeg maar, zijn we wel veel meer geld kwijt aan de DPD in dit geval, die ze nog gebruiken om de bestellingen bij jou thuis te bezorgen. Dus ja, goed. In ieder geval proberen ze je zo tegemoet te komen. Dus dat is heel fijn. En het is ook fijn als je nou ja, je multivitamine of je slaap, nou ja, dingen die je helpen om je slaap te bevorderen gebruikt. Ja, daar wil je eigenlijk niet naast grijpen. Dat zijn gewoon dingen die je elke dag inneemt. En het is gewoon vervelend als je die niet hebt. Dus fijn om gewoon die bestelling erin te zetten. Je krijgt ook altijd nog weer een mailtje van ze. Waarbij je weet, oh ja, ik had nog Serenity of Tree nodig. Ik moet even mijn bestelling aanpassen en hem eruit gooien. Dus ze sturen de dag voordat jij de datum erin gezet hebt, sturen ze dat ook. Je bent niet iets verplicht, dus het is ook niet iedere maand hetzelfde of hetzelfde bedrag. Je kan deze maand bijvoorbeeld alleen citroen bestellen en volgende maand 3 lavendel. Dus je kan het zo doen als dat je het zelf prettig vindt. En als je boven de 125 punten bestelt, dan doen ze er vaak, nou, eigenlijk altijd een gratis cadeau bij. En dat is iedere maand verschillend. Ik weet ook nooit wat het is. Dat weten we allemaal niet. Maar dat wordt op de eerste van de maand bekendgemaakt. En ik post het eigenlijk altijd in de app. Dus als je niet in de app zit en je wilt het wel, stuur mij een appje of een mailtje en ik voeg je toe. Laat dan wel je telefoonnummer weten, mocht ik dat niet hebben. En nou, eigenlijk doe ik dat altijd de eerste van de maand direct in de app. En ook met een uitleg over het product wat ze aanbieden gratis erbij. Zodat je ook weet wat je krijgt. Dus dat is leuk, dat is fijn. Het is net de Albert Heijn. Af en toe hebben ze een mooie cadeautjesactie. En soms hebben ze dat ook bij 200 punten nog een keer extra. Dat ze Immortelle al een keer gedaan hebben. Een Tubidy Blue gedaan hebben. Een pakket met 3 producten van On Guard. Dus soms is het ook goed om dat even in de gaten te houden. Want het gaat dus altijd goed, toch? Tenminste, bij mij wel. Ik denk dat ik dat mega couponing gedaan zou hebben. Ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben op TLC, maar dat is geniaal. Waar dames daar bonnetjes sparen, met volle grappenkarren naar buiten gaan. En dan uiteindelijk nog geld meekrijgen. Nou, als ik in Amerika zou wonen, zou dat mijn nieuwe hobby worden, denk ik. Dus probeer je voordeel mee te doen. Ik probeer dat bij doTERRA ook altijd. Ze bieden het aan. Dus het is slim om te kijken van ja, hoe kan ik voor alle voordelen die ze hebben gebruik maken. Dan de terugkerende order opzetten. Hoe doe je dat nou? Je logt als eerste in op je account. En dat doe je met je ID-nummer en wachtwoord. Waarschijnlijk heb je al vaker een bestelling gedaan en weet je dus hoe dat moet. Maar wil je toch die terugkerende bestelling en weet je het even niet meer? Naar alle waarschijnlijkheid heb je jouw ID en je wachtwoord in je mail zitten. Kun je het echt niet meer vinden of weet je het niet meer? Ik kan het zeker achterhalen. In ieder geval je ID-nummer. Je wachtwoord kan ik niet altijd met zekerheid zeggen. Maar stuur me een appje of mail me. Dus app me op 06-553-77164. En het mailadres is info@helio.nl. En dan ga ik je verder helpen.
Als je ingelogd bent, dan krijg je in alle waarschijnlijkheid dit overzicht te zien. Een beetje vage dingen aan de achterkant, dat van mijn account. Ik heb een paar tabbladjes meer, omdat ik wellness advocate ben. Het kan zijn dat jij geen wellness advocate bent, maar een groothandelsaccount hebt, zou ik het maar noemen. Heb je dus wat meer tabbladjes. Nou, let daar niet op, is geen probleem. Het kan ook zijn dat er net iets anders staat. Ik heb hem heel vaak op Engels staan. Dat heeft een reden, omdat ik dan wat makkelijker de producten kan vinden. Maar goed, de plaatjes zijn eigenlijk hetzelfde. Nou, je ziet deze pop-up eigenlijk altijd verschijnen. En als je een terugkerende order wilt zien, dan klik je op dat vakje. Dat is het paarse vakje met die twee mooie cirkelen pijltjes. Ik heb er een grote pijl bij gezet en daar klik je eigenlijk op. Zie je dit niet, dan heb je waarschijnlijk de pop-up weggeklikt. En je ziet dat vaag daarachter het andere vierkant vlak rechts. En daar zie je hem ook. Dus daar zou je ook op kunnen klikken. Dus niet op één keer, maar op die cirkelende pijltjes. Dan kom je vervolgens in dit scherm terecht. En als je slim bent, en dat is dan mijn extreme couponing truc weer, is kies je een datum tussen de 1e en de 15e. Nou, er staat nu juli, omdat dat de komende maand is. Kijk je deze video later, zal het augustus worden of januari. Maakt niet uit, het principe blijft hetzelfde. Dus je kiest in principe een datum tussen de 1e en de 15e. En waarom doe je dat nou? Dat is ook weer om dat gratis extra ding te krijgen, mocht je wel een keer gewoon 125 punten hebben. Nogmaals, weet je, voor mij maakt het niet uit als jij gewoon één citroen erin zet. Vanwege de bestelkosten is het ook goed. Scheelt je gewoon heel veel geld, hè? Scheelt je in ieder geval iets van 3,5 euro aan bestelkosten op het moment dat je dat op deze manier gaat doen. Dus tussen de 1e en de 15e om daar kans op te maken. En mocht dat je toch niet uitkomen, omdat je op vakantie bent, of omdat je nog niet iets hebt, of dat je nog aan het wachten bent op een vriend of een vriendin die iets wil hebben, ook oké. Okay, dan kan je dat op een later moment nog aanpassen. Maar voor nu is mijn advies, doe het echt tussen de 1e en de 15e. Dan kom je hier terecht. Dan kom je gewoon weer in het hoofdoverzicht terecht. En je ziet dan dat je zo'n kringeltje hebt gekregen in je overzicht. In plaats van dat één keer en kringeltjes. Cirkeltje is het eigenlijk met pijltjes. Dus je bent bezig met het aanmaken. Wat je kan doen, is nu de eerste drie letters van het product wat je wilt hebben, daar invullen. Dus ik ga dat straks doen met Mela Leuka, de tipi. Dus dan voeg ik M-E-L daarin. Je ziet het dan met die pijl, waaronder staat productoverzicht. Daar kan je die drie letters typen. Dan kom je bij de vierde stap en dan krijg je eigenlijk daaronder in een zwart vlakje krijg je de producten die beginnen met M-E-L. En dat is in dit geval 15 ml Mela Leuka en Mela Leuka Touch Roller. Je kiest dan het product wat je wil hebben en daar klik je dubbel op met je muis. En als je dat goed gedaan hebt, dan kom je dus al in de vijfde stap terecht en dan krijg je het product wat jij wilt hebben daar op je pagina te zien. Dan staat er een mooi gele button aan je winkelwagen toevoegen, heet dat in het Nederlands. Dus dan klik je op die gele button en dan plaats je het product in jouw winkelwagen. Dan vervolgens staat het erin. En wat je dan kunt doen, is winkelwagen bekijken klikken. Dan kun je namelijk gelijk zien of het goed gegaan is. En dan kom je in je winkelwagen terecht. Nou. Dan zie je het product staan. Dus de Mela Leuka staat daarin met het nummertje 1 erachter. En nog wat andere gegevens. In dit geval dat je maandelijks voor hebben. Nogmaals, dat betekent niet dat je iedere maand dus die Mela Leuka moet bestellen. Je kan dat iedere maand gewoon aanpassen. Want je ziet ook al dat achter het artikel dat er ook een kruisje staat. Dus je kunt achter dat artikel ook dat artikel weer wegklikken op het moment dat je dat volgende keer niet wil hebben. De andere producten kun je eventueel daar ook snel toevoegen. Dus of de eerste drie letters van de Nederlandse naam of de Engelse naam. Bij een aantal dingen is het iets meer zoeken hoor. Dan kun je bijvoorbeeld ook naar de shop teruggaan als je dat zou willen. Maar dit is de snelste manier, dus die leg ik uit. Dus bijvoorbeeld de kokosolie, die moet je wel even in het Engels doen. Dan doe je COC en dan komt er uiteindelijk fractionated coconut oil ook weer in zo'n zwart balkje terecht en kun je in die kiezen. Nou, mocht je oregano willen hebben, dan doe je ORE. En dan kun je oregano, zie je daar, die klik je weer aan en dan voeg je hem toe.
Nou, als je er niet één wil hebben, met maar drie, dan bijvoorbeeld in dit voorbeeld achter de Melaleuca, dan klik je drie aan en dan voeg je, dan past je dat aan naar drie. Dus nou, zo simpel is het. Je kunt al die producten die je wilt hebben toevoegen. Dan denk eerst even na over wat je voor de eerstvolgende bestelling zou willen hebben. En maak hem af. Zoals gezegd, je kunt dat allemaal aanpassen. Daarna, stapje 8. Als je dan klaar bent met het toevoegen van al die producten. Ik heb het in dit voorbeeld even bijeengehouden voor het overzicht en de snelheid. Maar als je dan klaar bent, dan zie je dit. En nou, op de waarschijnlijkheid staat er bij verzend naar... staat bij jou nog geen adres. Als dat er wel is en het is goed, dan kun je deze stap overslaan. Maar als het nog niet staat, dan er staat een blauw tekstje achter. Hier bewerken of nu bewerken. Klik dan op dat blauwe tekstje. En dan kom je vervolgens in het scherm terecht waar je je adres kan aanpassen. Ik zie dat ik iets te snel ben gegaan. Dan gaan we eerst hier naartoe. Als het goed is, staat je adres er dan. Hè? Er staat de shipping address als je daarop geklikt hebt. En dan pas je jouw... dan zeg je daar use this address of gebruik dit adres. Dat klik je aan. Dus wat bij mij nu niks staat en waar die rode tekst staat... Hier staat als het goed is jouw adres. Daar heb jij als het goed is jouw gewoon huisadres staan. En dan klik je op dit adres gebruiken. En dan kom je weer terug in het overzichtsscherm. Ik ga dan heel even terugklikken naar de stap die hier net voor zat. Ik zie dat de dia's niet in de goede volgorde staan. En vervolgens wil ik graag dat je je e-mailadres even controleert. Dus stuur bevestiging aan, daar staat jouw e-mailadres achter. Mocht dat e-mailadres niet correct staan en klik je ook op hier bewerken, nu bewerken. En dan kun je jouw e-mailadres aanpassen naar het correcte adres. Als je een ander adres hebt, een ander e-mailadres dan dat ik of een van mijn teamleden ooit voor jou heeft ingegeven, dan kun je dat ook aanpassen als je dat fijner vindt. Dan als laatste, je betaalmethode. Dat is het lastigste stukje van dit overzicht. Daar moet je een aantal stappen doen. We willen in Nederland altijd graag met Ideal werken, maar helaas moeten we in het systeem van doTERRA even een extra stapje doen, want het zijn Amerikanen en die snappen dat gewoon nog niet helemaal. Bij betaling, nou ja, het is niet alleen zo dat ze het niet helemaal snappen, maar het is ook zo dat Ideal kunnen ze ook niet automatisch verwerken. Want jij moet een handmatige actie doen, namelijk met je scanner op je scherm scannen of met standcode hoe het bij jou werkt of met je Rabo-reader moet je nog eens handelingen uitvoeren. Dus daarom gaat het niet met die Ideal. Dus dat middelste vakje, achter betaling klik je ook weer bewerken. En dan kom je in een overzicht terecht waar je een keuze hebt. Je kan een creditcard toevoegen, je kan direct debit of incasso toevoegen. Je kan hem op automatische overschrijving zetten. Ideal moet je hier dus niet kiezen, want dat werkt niet. Ik adviseer vaak wel, want dan heb je gewoon een extra mogelijkheid om of op overschrijving te zetten. Nou, in dit geval zou ik hem echt even gewoon op overschrijving zetten. Terwijl je 100% zeker bent dat het gewoon goed gaat. En dat je echt je mail nog even goed checkt en dat je order daarom in de gaten houdt. Maar anders, als hij op incasso staat of hij staat op Mastercard of op creditcard, dan sturen ze ook je producten automatisch af. Want zodra die bestelling binnen is, kun je niks meer veranderen. Dus pas even op wat je daar doet en gebruik bij voorkeur even overschrijving, zodat je altijd nog een mogelijkheid hebt op het moment dat je het mailtje gemist hebt en op het moment dat ongeluk toch die bestelling er automatisch uitgaat, dat je nog even naar de klantenservice kan bellen om het aan te passen. Dus, je kiest hier even op dit moment bankwire of overschrijving. Ligt eraan of je hem op Nederlands of op Engels hebt staan. Als je dat gekozen hebt, dan kan het zijn dat je terugkomt in dit scherm en dat er zo'n geel vlak verschijnt. Nou, niet ervan schrikken. Het is een waarschuwing van doTERRA. Als je onder die 100% zit, dan is er niks aan de hand. Dus dat doe je dan gewoon. En boven de 125 punten krijg je een gratis product van de maand. Heb je 100 punten en je hebt een account als de wellness advocate zoals ik, dan heb je kans ook nog op een bonus als jij iemand inschrijft. Nou, voor de meeste mensen is dat niet zo
En die willen gewoon de producten lekker gebruiken. Dus negeer dit schermpje gewoon en ga gewoon daar kiezen vakje. Ik ga door met betalen. Als je wel hier iets mee wilt, dan moet je contact met me opnemen. Dan gaan we daar op een later moment naar kijken. Maar voor nu kies je, ja, ik ga door met betalen. Dan kom je in een volgend scherm terecht. En dan wil ik dat je nog een keer dubbel controleert. Staat je voornaam en achternaam, straat en postcode plaats goed bij verzend naar. Dus als je het op een ander adres laat afleveren, dat is prima. Dan moet hier dat adres staan waar jij wilt dat het afgeleverd wordt. Je vader, je moeder, degene die altijd thuis is. Daar staat het adres waar je het laat afleveren. Vervolgens kijk je of jouw factuuradres goed staat. Dat is over het algemeen altijd gewoon je eigen adres waar je leeft en woont. Je checkt of je betaling, je betaalmethode en je e-mail correct zijn. Vervolgens check je nog een keer de datum. En als laatste check je de producten en kijk je of dat allemaal akkoord is. Dan vervolgens kies je verwerken volgens schema. En waarom verwerken volgens schema? Hoeft het op dit moment niet te doen. Want dan verwerkt hij hem vandaag op dit moment. En ik wil dat die order er standaard in komt staan voor je. En niet dat hij er nu uitgaat op dit moment al. Want ik wil je straks nog even uitleggen hoe je hem ook kunt wijzigen en aanpassen. En hoe je eventueel met Ideal kunt betalen. Dus, nou, het gaat op zich best wel snel, hè? Dus het fijne is met soort filmpjes dat je ze ook kan stopzetten. En nog even weer rustig verder kan gaan. En naast jouw eigen bestelling kunt houden terwijl je dat aan het doen bent. Vaak is het zo dat het heel even tijd kost bij doTERRA heen en weer tussen verschillende systemen nadat hij dan op je overzicht komt. Dus wacht het even af en check even na 30 minuten of zelfs als die er na 30 minuten niet in staat, wacht het heel eventjes af en ga niet hem nog een keer invoeren, want dan heb je binnen no-time 3 bestellingen staan en de enige methode om dat op te lossen is bellen naar doTERRA. Dat wil ik voorkomen, want dan moet je wachten tot 2 uur op de dag, zeg maar, om dat in orde te maken. Je wordt altijd prima geholpen, dus mocht je dat overkomen, geen probleem, dan bel je naar de klantenservice van doTERRA en dan los je dat op. Het nummer van de klantenservice zal ik ook gelijk even bijzoeken. Het is wel handig om het te hebben, mocht er iets zijn. Het nummer van de klantenservice 020-808-5094 of klantenservice@doterra.com. Maar ik ga ervan uit dat met deze stappen dat het gewoon goed gaat en dat je hem ziet verschijnen. Als je de volgende dag, als je er nog niet in staat, dan neem even contact op. Dan kijk ik met je mee, doen we het samen, proberen het overnieuw. Maar bij mij lukt het op deze manier altijd. Nou, dan ben je bijna klaar. En als hij dan klaar is, dan zie je hem ook zo in je overzichtsscherm staan. Dan zie je ook dat je order op een bepaalde datum eruit gaat. En dat er bij mij in dit geval 14 artikelen in mijn mandje staan. Ik kan hem ook altijd op een eerdere datum verzenden. Dus er staat ook altijd een kleine linkje ship now of verzend nu in het Nederlands. En dan kan je dus ook gewoon direct hem eruit sturen, mocht je hem eerder willen hebben. Nogmaals, het is wel verstandig, tenzij je echt met spoed echt extra producten nodig hebt. Maar het is wel slim om te wachten tot het weer de eerste van de maand is. En je dus weer een aanmerking komt voor een nieuw gratis product. Als je nou dit gedaan hebt en hij staat er goed in, dan kun je hem continu wijzigen. Je kunt inloggen en dan ga je naar je terugkerende order toe en dan pas je hem aan. Je kunt de producten uithalen, je kunt er nieuwe producten inzetten en je kunt het zo vaak doen als je wilt. En voor mij is het een boodschappenlijstje of soms wel een wishlist zelf van allerlei dingetjes die ik wil hebben. En ik besluit dan op het laatste moment, eigenlijk de dag van tevoren voordat ik hem wil bestellen, wat ik er afgooi of wat er nog bij moet. En je kunt er gewoon ook één lipbalsem of één citroenolie in laten staan, wat jij wilt. Ik krijg de dag voordat hij eruit gaat, krijg je nog een mailherinnering. Dus als je mailadres goed staat op jouw account, krijg je nog een herinnering. Dus ja, in principe, zeker als je hem op bankoverschrijving hebt staan, loop je daar weinig risico. En wat ik nog een keer wil benadrukken, als je één citroenolie erin hebt staan, prima. Maar
het is wel goed om even te kijken wat het cadeau van de maand is. Want dat je nou heel dicht tegen die 125 punten aan, is het soms slim om een cadeautje voor iemand bij te bestellen. Heb je nog een verjaardag of moeder, heb je nog moederdag, vaderdag, Sinterklaas? Bestel je nog een balsem extra en betaal je 5 euro extra, maar heb je vaak wel een product erbij van ergens tussen de 15 en de 25 euro. Dus altijd goed om even in de gaten te houden. Crazy couponing, hè? Ik zei het al, ik hou ervan, beat the system. Het is iedere maand weer een verrassing, ik weet het ook niet, maar ik zet het dus op Facebook en op WhatsApp. Dus volg me dan als je Facebook hebt op Facebook, dan kan je naar www.helium.nl/Facebook. Of voeg me even toe aan WhatsApp en vraag of je in de groep kan komen. Dan kun je ook vragen stellen als je ergens tegenaan hebt. Maar je ziet ook die aanbiedingen verschijnen en leuke events. Ik heb beloofd dat ik als laatste nog zou uitleggen hoe je je bestelling kan plaatsen met Ideal. Want dat vinden we, ja, ik vind het in ieder geval het fijnste en het snelste om met Ideal te betalen. Ik ben gewoon zo niet zo van die creditcard. Ik hou er gewoon voor mezelf niet zo heel erg van om dan aan het eind van de maand verrast te worden met een rekening. Ik heb zoiets van boter bij de vis. Als ik bestel, betaal ik. Maar doe voor jou wat jij het prettigste vindt. Bankoverschrijving, incasso, creditcard, uitdeal, het maakt niet uit. Maar weet dat je het elk moment ook kunt aanpassen. Het enige wat niet kan, is die uitdeal betaling opslaan. Want die kunnen dus, zoals gezegd, niet automatisch werken. En zo loopt het systeem op vast. Wat je doet, je gaat weer naar die automatische order die jij staat. Dus je klikt weer op die terugkerende order en je klikt weer op nu bewerken achter die betaling. Eigenlijk hetzelfde zoals we net ook al gedaan hebben. En wat je daarna doet, is dan kies je wel de optie van Ideal. En dan kom je in het betalenoverzicht terecht van Ideal op het moment dat je de order bewerkt. En daar krijg je mogelijk weer die waarschuwing als je onder die 100 punten zit. Gewoon negeren en dan kies je doorgaan. En dan kom je in dit overzichtsscherm terecht. En hier kies je niet op verwerken volgens schema. Maar als je voor Ideal kiest, kies je hier bestelling nu verwerken. En dan kom je in het betaalscherm terecht. En dan kom je dus in een overzicht terecht waar je je bank kunt kiezen. Waar je verder zeg maar in jouw voor jouw bekende betalenomgeving voor de Ideal terechtkomt. Dus of het die Rabo-reader is die je gebruikt, of de ING of wat dan ook, jij komt daar terecht. Check nog wel even een keer extra of je bij 1, 2, 3, 4 en 5 alles correct hebt staan. Voor je er echt op dat knopje drukt, bestelling nu verwerken. Ik denk dat dit een vrij uitgebreide uitleg is. Ik heb inmiddels 22 minuten volgepraat. Ik hoop dat ik het zo goed mogelijk stap voor stap voor je heb laten zien. Ik hoop dat het duidelijk is en ik hoop dat jouw terugkerende bestelling lukt. En dat je op deze manier kunt genieten van alle voordelen en cadeautjes die je daar aanbiedt. Ze zijn gewoon heel erg bij met terugkerende orders. En ik hoop dat jij ook super blij bent met al jouw producten die je krijgt. En met de cadeaus die ze daarbij meesturen. Heel veel succes met bestellen. En gunnige groet van mij. Fijne avond.